defecte rembekrachtiging. En het motortoerental gaat ook op en neer. Jumbo Keupers in Deerdekamp van de ex-scheidsrechter Björn Keupers. Leuk om te weten, toch? Jazeker. Wie staat er naast mij? Edwin Mulder. Edwin Mulder. Edwin, je hebt een hele mooie Passaat. 2013 op benzine. En er was iets bijzonders mee. Of in ieder geval, je merkte iets bijzonders aan de auto. Ja, vanochtend op weg naar mijn werk, kort voordat ik daar was, kreeg ik een melding van een defecte rembekrachtiging. Melding defecte rembekrachtiging en je moest heel hard trappen, zei je? Ja, ik moest veel harder op de pedaal om te kunnen remmen. Het zit zo in rembekracht. Die wordt eigenlijk, maakt gebruik van iets van de motor. Maar dat zal ik jullie zo eens even laten zien. Eerst eens even kijken op het dashboard naar de melding. In de auto. Sleutel in de hand. Die stop ik even, dat is wel mooi hè. In het dashboard hier. Ik start de auto even. En gelijk begint er van alles te piepen hier. Kijk, defecte rembekrachtiging. En het motortoerental gaat ook op en neer. En als je remt, nou ja, ABS-lamp blijft branden, alles blijft branden. Gelijk eens even onder de motorkap gaan kijken wat hier aan de hand kan zijn. Dit hoort natuurlijk niet, dit vreemde toerental. Ik hoor wat sissen. En nu is het zo, hier zit de rembekrachtiger met een vacuümleiding, met een drukregelklepje. Gaat hier naartoe. Ja, en wat zie ik hier? Een leiding die hier los ligt, maar er is meer aan de hand met die leiding. Ik zal het jullie laten zien. Edwin, je mag hem wel even uitzetten de auto. Nou, zul je zeggen, die motor die draait zo vreemd en de rembekrachtigingstoring. Het zit namelijk zo, je hebt dus een rembekrachtiger. Een rembekrachtiger zit hier, dat is een grote pot wat hier zit. Daar zit een membraan in en die zorgt er eigenlijk voor dat je gaat remmen. Door middel van de onderdruk die er is, die de motor toch al heeft. Het aanzuigen helpt die als het ware met remmen. Ik zeg altijd 4 tot 5 keer zoveel helpt die. Doet die dus niet. Die rembekrachtiger, dan moet je 4 tot 5 keer zo hard trappen. Nou, dat heb je wel. Dat heb je gemerkt? Dat heb ik gemerkt, ja. Zo. Dan haal je de leiding even naar boven, toch? En dan kun je hier heel mooi zien. Dit is hard kunststof. Dat het harde kunststof gebroken is. Ze gebruiken aansluitingen hier achterop helemaal. Die krijg je met de vingers niet los, met een tang. Maar ik kom er met een tang niet bij namen. Vind ik op zich ook niet erg, want wat is nou mijn plan de campagne? Want zoals je kunt zien is deze leiding, dus dit is dus de onderdrukleiding, hier wordt aangezogen met een terugslagklepje. Dit is dus gebarsten, tandestijds. Wat ga ik doen? Ik snij hem hier even in en ik doe er even tijdelijk een rubberslang op. Een rubberslang is puur tijdelijk, want die kan ook een beetje vacuüm zuigen, maar werkt op zich perfect, zult er weinig van merken. Advies is gewoon om deze hele leiding, je kunt het is ook één onderdeel wat je hier ziet, van hier, zonder sensor waarschijnlijk, tot daar, compleet te laten vervangen. Als je dat vervangt, oh nee, hij wordt gedeeld, hier zie ik, hier wordt hij gedeeld. Dit zit er nog op. Het gaat alleen om dit leidingje. Hier gaat het om. En deze te laten vervangen met terugslagklepje. En dan zit er dus een snelsluiting daarachterop. Klik je los met een tangetje, moet je hem loshalen. En dan is het helemaal weer goed. Maar voor nu even, tijdelijk een rubberslangetje eroverheen. Kijk aan, hartstikke idee. Rubbertje erin eraf. Deze kan dus blijven en dit is dus de boosdoener. Hier gaan we eens even mee bezig. De leiding. Met een kleine incisie maak ik hem even
En ik haal een stukje eraf. Wil je een stukje nog hebben voor in het plakboek? En nu even een slangetje pakken. Dit is mooi. Dit is mooi qua dikte. Twee slangen zijn. Eentje eroverheen. In de verte hoor je trouwens iemand die een hele gezellige avond heeft gehad. De glasbak. Nu is het stukje wat ik weg heb gegooid. Even voor de vorm ongeveer. Als de slangklem niet valt. Nou, we maken ongeveer deze lengte van iets langer, dat we iets meer vlees hebben. Ik pak even mijn mooie blikschaar, want daar gaat het mooiste mee. En Edwin, kun je de andere kant van de navelstreng een keer vasthouden? Absoluut. Kijk. Heel mooi, dankjewel. En deze ga ik natuurlijk monteren aan die andere kant van de auto, aan de andere kant van de snelkoppeling die er nog aan zit. En ik dacht trouwens dat ik nog een tang had, zo'n speciale tang voor die slangkoppelingen. Snelkoppelingen, maar helaas, ik denk dat Kevin die in zijn bus heeft. Ik dacht dat ik hem mee had genomen, maar dat mag de pret niet drukken. Zo wil het ook wel. I'm in control, oftewel, ik neem de leiding. Slecht. Oh, slecht. Deze even aan de achterkant erop drukken. Het is ervoor gemaakt, ik kan er precies bij komen met de slang, met het gereedschap. Laat niet hard schreeuwen. Even ietsjes aandraaien. Zo. Mooi. Dan klik ik deze hier aan. Dan staat hij niet eens onder spanning. Zo, en het zit allemaal weer mooi op zijn plek. Dan zul je zeggen, klus geklaard. Klep dicht, maar ik moet nog even de storing wissen. Dus ik pak even de welbekende ringeldingeldongel erbij. Stop ik er even in. Tablet erbij. En dan ga ik hem eens even de storing even wissen, want het ABS-lampje blijft nog branden, de melding namelijk. Hè. Dat zijn van die dingen, sommige merken die hebben een storing en je maakt het en je zet de auto op contact en hij vindt alles goed. En er zijn merken die zeggen gewoon nee, het is gewoon een belangrijk iets, veiligheidsitem, dus ik moet gewist worden. Dus blijft het lampje niet branden op je dashboard, je kunt natuurlijk gewoon rijden zelfs nu. Dat wil niet zeggen dat de storing er niet in staat. Hij staat in zijn geheugen, maar niet actief. Dus hij alles doet dan net zoals het moet doen. Goed dus. Maar nu, dongel erin. Daar zit hij. Auto op contact. Dus niet de rem intrappen. Alleen op contact even. Nou, en dan blijft hij dus een... Hij geeft de storing ook nog aan nu. Ik zal even een keer de deur dicht doen. Defecte rembekrachtiger. Lang leven de Bluetooth, de blauwe tandjes. Ik klik even op de EFI, Electronic Fuel Injection. En ik kijk even naar de storingen. Nou, er zullen allerlei storingen voorbij komen. Van onder andere mengselregeling, alles. Want ja, doordat die valse lucht zuigt, dan klopt er helemaal niks van namelijk.
ga ze helemaal niet uitlezen, wissen. Die is klaar. Dan ga ik even naar het ABS systeem. Press play. En hier allerlei storingen met betrekking natuurlijk tot die rembekrachtiger, de onderdrukmeting, die klopt dan niet. Nou, onderdruksensor, geen consistent signaal. Jongen, jongen, fantastisch. En allemaal informatie van het stuurapparaat, motorregelapparaat. Wissen, ja, geen valkorens. Goed zo. Nu natuurlijk de vraag, geeft hij die storing nog aan? Ik denk het niet. Zit in de auto ook al even een keer de sleutel eruit, weer erin, trap op de rem en ik start hem. Nou, en ik voel het rempedaal, voel je nu ook gewoon lekker, zeg maar, zakken. Het is namelijk zo, wanneer jouw rempedaal bediend wordt, met draaiende motor, dan voel je dus echt duidelijk jouw rempedaal zakken. Je voelt gewoon langzaam dat die naar beneden getrokken wordt. Zet je nou de motor uit, dan voel je, één keer zakt die nog, en de tweede keer, de derde keer, en nu wordt het pedaal heel erg hard. Wil je weten of je rembekrachtiging goed functioneert, trap de rem in en start de motor. En dan zakt die mooi naar de bodem. En we hebben dus geen enkele storingsaanwijzing. En we hebben volgens mij een blije klant. Dat was hem, Edwin. Yes, dankjewel. Je weet wat je moet doen, je hebt het onderdeelnummer, heb ik je even gegeven. We kunnen de garage even bellen voor zo'n nieuw slangetje. Want dat is het mooiste, zo'n originele slang eraan. En dan kan die weer gaan. Dus goed, hartstikke mooi. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ciao. Hou je autoruiten schoon, wel zo veilig en daarbij heb je een helder zicht. Houd dat zicht vast voor het kijken naar onze vlogjes. En vergeet je niet te abonneren. Ja.